Fabrikanten moeten de prijzen van de geneesmiddelen tegen de zeldzame ziekte van Pompe en Fabrie verlagen tot een aanvaardbaar niveau. Dat eist minister Schippers van Volksgezondheid. Het medicijn tegen de ziekte van Pompe kost tussen de 400 en de 700.000 euro per patiënt per jaar. En het middel tegen de ziekte van Fabrie ruim 200.000 euro per patiënt. Of patiënten ook in de toekomst het medicijn vergoed krijgen, hangt af van de vraag of de fabrikanten hun prijzen voldoende verlagen.